Ja, we zijn zeker vandaag in de Karelskamp gastheer van een belangrijk evenement. We hebben een internationaal voetbaltoernooi. 14 teams uit binnen- en buitenland. Samengesteld uit gedetineerden, ex-gedetineerden en medewerkers vanuit die verschillende inrichtingen. Voor de tweede maal wordt zo'n toernooi gehouden in Nederland. Vorig jaar was het in Dordrecht, dit jaar in Almelo. Voor het eerst onder de vlag van een Europese voetbalfederatie. Dus het is voor ons een belangrijke, bijzondere dag. Het gaat om de uiteindelijke resocialisering van de gedetineerden. En is dat al merkbaar? Ja, nou, wij werken in deze inrichting al vanaf dag 1 van binnenkomst aan reïntegratie van gedetineerden. En het is mooi dat we nu ondersteund worden door zo'n Europese federatie van voetbalclubs. Die zich ten doel gesteld hebben vanuit maatschappelijke verantwoordelijkheid gedetineerden toe te leiden naar een goede plek na onderkomst van hun detentie. Dus dat steunt ons alleen maar in de dingen die wij doen. En hoe is het deelname van het bedrijfsleven die toch uiteindelijk om die arbeidstoeleiding moeten meegaan? Nou, daar hebben we in Almelo volstrekt niet over te klagen. We hebben hier ook een prachtige fabriek waar verschillende doelgroepen werken die we toeleiden naar betaald werk. En daar krijgen we volop hulp van het bedrijfsleven bij. En wat vinden de gedetineerden zelf eigenlijk van dit evenement? Nou, u kunt zich realiseren dat het een dag is die anders is dan anders in een gevangenis en een huis van bewaring. Dus het is voor hun ook een verzetje en een uitje. Een mooie dag. We zijn vandaag bij het European Football Works Festival. Een voetbaltoernooi binnen de muren van de PI in Almelo. En we zijn met EFDN en de DJI met 14 voetbalteams samen om voetbal als sociaal middel in te zetten. Voor de reïntegratie van mensen in de gevangenis. Doelstelling van het geheel? We gebruiken voetbal als middel, als resocialisatiemiddel. Dus om door middel van voetbal, door middel van winnen en verliezen, teamwork. Om mensen terug te brengen in de maatschappij via de koppeling van de gevangeniswezen met amateurclubs, met profclubs. Om zo het netwerk van de voetbalclubs te gebruiken om mensen weer een tweede kans te bieden. Hartstikke leuk. Het is ook hartstikke leuk om hier te zijn. We zijn ook namens de rebellen natuurlijk ook maatschappelijk zijn we natuurlijk ook bezig. Maar het is ook natuurlijk een ongelooflijke hobby van ons om hier ook te zijn met voetbal. Is dit een goede methode voor resocialisering? Het is wel een hele grote stap. Ja. Het moet wel vanuit jezelf komen. Want je kan een vinger wijzen, dan wijzen drie vingers naar jezelf. Dus iedereen hier, je bent zelf verantwoordelijk voor je eigen daden. Okay. Maar om een mens een duwtje in de rug te geven. Ja, als jij je prettig voelt met wat jij doet, ga je ook prettig voelen met dingen wat jij misschien minder prettig voelt. Omdat je toch al een prettig gevoel hebt. Ja, Nou, daar helpt dit er misschien wel bij. En de rebellen zijn nog steeds rebels, dat wel. Nou, zo zeggen, we hebben de naam niet voor niks. Okay. Ik ben de netste. Okay. Hey, succes. Dankjewel, hè.